één van de beste tips ter wereld om in slaap te komen. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer zit ik hier lekker in mijn simpele truitje. Ik wilde vandaag heel graag mijn nieuwe studiolampen of softboxen uitproberen. Dus iemand zei tegen mij, doe anders een tag. En ik dacht, nou ja, tags, ik vind het meestal een beetje saai. Nou ja, dicht eraan op de manier hoe het gebracht wordt. Ik wilde er dan meestal iets speciaals van maken. Maar toen ging ik toch maar eventjes kijken op internet. Ik ging zoeken op mijn telefoon, want iedereen heeft tegenwoordig een telefoon met internet en dat doen we allemaal natuurlijk. Het eerste wat ik tegenkwam was een tag en dat heet I Love Sleep Tag. Ja, en de mensen die mij niet echt kennen, die lachen mij misschien nu uit of zo. Want ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met slapen. Ik hou heel erg van slapen. Ik kan heel goed uitslapen, maar ik ga nooit op tijd slapen. Dus ik zal in deze video een beetje die vragen doornemen van die tag. En ik zal ondertussen een beetje mijn slaapprobleem vertellen. Mijn, waarom ik soms wallen van hier tot op mijn tenen heb. Want het is soms heel zichtbaar. Ik weet niet of het altijd zichtbaar was in video's. Maar op school kan ik wel eens. En toen zat iemand echt tegen mij. Mandy, ben je moe? Misschien. De eerste vraag van de tag is dan ook, hoe laat ga jij meestal naar bed toe? En dit is verschillend, maar niet op tijd. Dat zal ik jullie vertellen. Eigenlijk is het ook helemaal niet goed hoor, wat ik doe. Maar ik probeer het te verbeteren, maar dat komt later. Begon iets voor de zomervakantie. School was wat minder aan het worden en zo. Dan denk je, ja, ik kan wel laat naar bed gaan. Maakt toch niet zoveel uit. En ja, dat gebeurde gewoon. Nou, het ging prima. En de zomervakantie ook. Dan denk je toch, ja, het is vakantie. Ik hoef toch niet op tijd naar bed. Dachten mijn ouders er anders over. Maar ja, ik dacht gewoon, ik heb nog genoeg dingen te doen. En ja, wat deed ik dan eigenlijk op zo'n avond? Dat vroegen mensen ook wel van mij. En ja, de helft weet ik niet te beantwoorden. Maar ja, weet je, ik heb gewoon een telefoon, Snapchat, Instagram. Gewoon met vrienden contact houden. Want wat ik bijvoorbeeld met Eva heel erg veel voor de vakantie deed, was in de avond lekker Snapchatten. Dan gingen we verhaaltjes vertellen aan elkaar. Lagen we in het donker, zagen we er niet uit. Maakt het niet uit, alleen wij zagen het. En toen gingen we vertellen wat we hadden beleefd en zo. Was hartstikke gezellig met Eva. Maar we gingen daardoor allebei niet op tijd slapen. Nu heb ik dat ook nog wel eens met Kiki. Dan appen wij gewoon. We hebben elkaar dan lang niet gesproken. En dan gaan we weer gewoon appen. En dan is ineens weer, oh, Monopoly-avondje. Hartstikke gezellig. Maar ja, op een gegeven moment voelde ik me wel steeds moeier. Ik voelde me niet echt moe. Maar ik had wel eens op een dag gedacht van, wow, mijn wallen. Wow, ik weet niet of dit nog goed voor me is. Zo ben ik uiteindelijk na de vakantie een keertje op tijd naar bed proberen te gaan. Met de nadruk op proberen. Want dan zat ik op school en zeiden mensen tegen mij, Mandy, moet je niet een keertje op tijd naar bed gaan? En toen zat ik echt van, ja, moet dat? Kan dat? Ja. En toen zei ik, ja, oké, ik ga het proberen. Ik ga vanavond echt om 10 uur slapen. Als je gaat zeggen, ik ga proberen om 10 uur te slapen, werkt dat niet, jongens. Ik heb dat heel vaak gezegd. En dan kreeg ik om 10 uur een appje van Twan. Hey, Mandy, slaap jij al? En was ik echt van, ja. Ik typ op mijn telefoon terwijl ik slaap. Slaapwandelen, weet je wel? Hè? Dat gebeurde dus. Het werkte niet. Alleen toen had mijn vader pas bij een workshop heel wijs geleerd. Je moet niet zeggen ik ga iets proberen. Je moet zeggen ik moet iets doen. Ik ga iets doen en het gaat me ook lukken. Dan heb je meer zelfvertrouwen en dan gaat het steeds meer lukken. Nou ja, ik ging het juist niet proberen. Ik ging het doen. Ik ging op tijd naar bed. Nou, toen is het me dus een keertje gelukt om 11 uur. En daarna nog een keertje om 10 uur. En toen was ik echt trots op mezelf. Ik moet dan gewoon allemaal werk neerleggen. Geen video's meer editen. Geen telefoon. Mijn telefoon wegleggen. En dat ging wel prima. Want weet je, eigenlijk was het bij mij altijd gewoon zo. Ik had altijd nog wel wat te doen. Ik ging wel eventjes een video editen. Dat vond ik leuk om te doen. En als je daar eindelijk mee bezig bent, dan gaat de tijd zo snel en is het alweer hartstikke laat. En dat is niet goed. Maar goed, ja, wat ook nog een tijdje bij ons thuis is geweest, dat de wifi uitging om een bepaald uur. En dat was dan bijvoorbeeld door de week om 10 of 11 uur. En nou, door de week dan dacht je nog wel van, ja, oké, prima, morgen naar school, maar dat is wel goed. Alleen ja, ik ging alsnog niet om 10 uur slapen, want ook al had ik geen internet. Ik heb namelijk geen internetabonnement. Kan je me voor gek verklaren, maar ja, dat heb ik gewoon niet. Ik moet leven op de wifi. En die heb ik bijna overal, dus dat komt gewoon goed uit. Dan ging de wifi uit en dan verzon ik zelf weer wel iets voor mezelf om te doen. Want ja, ik kon gewoon niet om 10 uur slapen, weet je. Bij mij is dat een beetje dubbel. Ik kan best slapen als ik ga slapen. Dan lig ik in mijn bed en ik kan best prima in slaap komen. Ik kan snel in slaap vallen, heel erg fijn.
Maar ja, het naar bed gaan. Ja, weet je, ik heb er dan, had er dan gewoon niet zoveel zin in. En dacht van, ja, ik ben toch nog niet moe. Waarom zou ik gaan slapen? En dan ging ik eventjes video editen. Had ik toch geen internet voor nodig. Ging ik eventjes een boek lezen. Een tijdschrift, weet ik veel. In mijn kamer opruimen, iets uitzoeken. Ik verzon al iets om te doen, zodat ik alsnog niet op tijd in mijn bed lag. Dus voor mij hielp dat niet echt. Dat wifi slot is er nu ook af, gelukkig. Dus ja, ik probeer nu iedere keer steeds op tijd te slapen. En hopelijk gaat het lukken. En dan heb ik geen wallen meer van hier tot meteen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe laat jullie altijd naar bed gaan. En of jullie het herkennen of niet. Laat het weten in de poll. En in de reacties. Wat doe je als je niet kunt slapen? Nou ja, dat heb ik denk ik net ook al verteld. Maar stel, je kan niet in slaap komen. Heb ik nog wel een tip. Het klinkt heel gek, maar ik ga het nu uitleggen. En je moet ervoor openstaan, dus luister goed. Ik ga nu niet beginnen over ASMR, want dat weten sommigen van jullie wel. En daar worden sommige mensen heel geïrriteerd van. En sommigen vinden het heel erg fijn. Moet je zelf maar een keertje proberen. Maar wat is een ander trucje is? Je gaat in je bed liggen. Je sluit je ogen. Ademt in. Ademt uit. En ja, het klinkt heel raar. Ik doe wel even mijn ogen open, want dat is heel gek. Je gaat soort van, terwijl je ogen dicht hebt, ga je naar één punt proberen te staren. En terwijl je aan het staren bent en goed in en uit aan het ademen bent, denk je aan helemaal niks. Je laat alles gaan. En stel je kan het niet, ga je eerst in een boekje gewoon al je gedachten opschrijven. Dingen van die dag, is het uit je hoofd. Dan doe je dit. Denk je nergens aan. Ogen dicht. Staren naar één punt met je ogen dicht. Adem in, adem uit. En dan val ik wel eens in slaap. Als ik echt niet kan slapen. Ik weet niet precies hoe ik hier aan kom. Maar ik heb het volgens mij gewoon een keertje uitgeprobeerd. En ik heb het wel eens tegen meerdere mensen verteld. En mensen die zeiden wel eens dat het echt heeft geholpen. Dus misschien is het wel één van de beste tips ter wereld om in slaap te komen. Mede bij Mandy. Nee, dat zal vast niet zo zijn. Maar je weet het maar nooit, hè. Hoe laat gaat je wekker 's ochtends? Nou, op een doordeweekse dag als ik naar school moet, gaat mijn wekker om 7:15, 7:30 moet ik alweer de deur uit. En meestal ga ik pas echt uit mijn bed om 7:00. Dus ik maar een half uurtje. Altijd heel veel stress, kon je zien uit mijn gestreste ochtendroutine ooit. Maar goed, ik weet dat het best wel kort is. Ook vooral als ik om 12:00 ga slapen, dan heb ik maar 7 uurtjes slaap. Sommigen van jullie zouden dat heel veel vinden, sommigen heel weinig. Ligt er natuurlijk aan hoe laat jij zelf naar bed gaat. Maar ja, dat is het bij mij dus. Snoezen of direct opstaan? Nou, eigenlijk snoes ik echt bijna nooit. Ik heb het 1 keer gedaan en toen heb ik me echt ook wel best wel een beetje verslapen. Ik weet niet waardoor het kwam, maar verder snoes ik eigenlijk bijna nooit. Ik zit wel altijd een kwartier later nog eventjes voor de zekerheid in de wekker. Stel ik slaap er echt doorheen, gebeurt nooit. Ik zet altijd mijn wekker op het hardste geluid. Maar ja, snoezen doe ik eigenlijk niet. Want als je gaat snoezen, dan val je weer iedere keer in slaap. Kom je in een diepe slaap, moet je daar weer uitkomen. Is het alleen maar moeilijker om op te staan. Dus snoezen is geen aanrader. Slaap je uit in het weekend? Jazeker, ik slaap uit in het weekend. Tenzij ik moet werken. Ik moet nu best wel vaak achter de kassa zitten om 8:00 al. Dus dan niet. Welke rare dingen doe je in je slaap? Nou, voor mijn gevoel doe ik nu helemaal niet zo heel veel rare dingen in mijn slaap. Dus ik kan het zelf niet echt weten natuurlijk. Maar wat ik wel ooit van mijn moeder heb gehoord. Dat ik ooit, toen ik wat jonger was. Toen ben ik op de trap gaan zitten. Ik ging toen slaapwandelen. En ik dacht voor mijn gevoel dat ik op de bus aan het wachten was op de trap. Mijn ouders wilden net gaan slapen. Dus mijn vader komt naar boven toe en die zegt zo. Mandy, wat ben je hier aan het doen? Dus ik zeg zo, terwijl ik aan het slaapwandelen ben. Ik wacht op de bus. Dus mijn vader dacht echt, wat doet zij? Oh, hoe laat komt de bus dan? Dus ik zo, ik wacht op de bus. Nou, ik bleef maar iedere keer zeggen, ik wacht op de bus. Ik wacht op de bus. Ik weet niet of het wel goed met me ging, maar mijn ouders hebben me in bed gelegd. Ik ben goed terechtgekomen, want ik zit hier nu. Dus gelukkig maar. En dan is er ook nog een vraag. Welke droom of nachtmerrie heb jij het beste kunnen onthouden? Nou, 2 dingen die ik van vroeger heb onthouden is dat ik altijd achterna gezeten werd door een heks. En de ene keer was het in het bos, de andere keer was het in de stad. Dat was altijd maar op een andere plaats, maar er gebeurde precies hetzelfde. Dus het liep hetzelfde af en ik weet niet meer precies hoe het afliep, maar ik kan me gewoon herinneren dat ik altijd achterna werd gezeten. En ook een droom die ik heel erg vaak heb gehad, dat ik moest verstoppen hier ergens in mijn huis achter het schut, zodat niemand me kon zien. Omdat er dan een of andere enge man alle huizen ging doorzoeken en mij ging zoeken. Ik snap niet wat dat allemaal betekent. En wat ik ook nog had, dat als ik uit een droom wilde ontsnappen vroeger, dat ik dan mezelf in die droom heel hard ging knijpen. Want dan werd ik blijkbaar echt wakker. Nou, dan was dit de video. Dan weten jullie nu wat meer over mijn slechte slaaptijden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het bij jullie zit. En of jullie het een praatvideo een keertje leuk vonden. En of jullie dat meer willen horen. En waarover? Laat het eventjes weten in de reacties. Dan zou ik nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En
tot de volgende keer. Doei doei!